En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Denise en ik vond het wel weer tijd om een vlog te maken. Dus vandaag ga ik voor je vloggen. En ik hoop dat het een superleuke vlog wordt, want we gaan vandaag lekker met de boot weg. En misschien ga ik nog wel zwemmen in mijn achtertuin. Dus ja, jullie gaan het allemaal wel zien. Veel kijkplezier! Voor de mensen die het niet weten, dit is mijn achtertuin. Ik moet een beetje bukken, want het is soms wel wat iets. Voor de vissen schijnt er. Ja, we hebben hier vissen. Dit is onze vijver. Hij is best wel groot. Dit denk ik zelf. En hier hebben we allemaal broeikopers in zwemmen. En hier kan ik wel een keer video over maken als jullie dat ook leuk vinden. Dus dat moet je even in de reacties zetten. En dan loop ik nu even hier langs. Eigenlijk moet je over het andere paardje, maar ik doe het dus nog zo. Eigenlijk moet je daar langs. En dan hebben we hier ons heerlijke zwembad. Ik ben zo blij dat we een zwembad hebben. Het water is nog 25-26 graden. Het is nog niet heel warm. Maar het is wel lekker met het warme weer. Dus ja. Maar ik ga nu niet zwemmen. Want over minder dan een half uurtje gaan we al naar de boot toe. En dan gaan we lekker de hele dag met de boot varen. En met vrienden. En dat vind ik echt super leuk. Dus ja. Ik ga het jullie maar laten zien. We gaan nu met de boot door de sluis. Ja, springen we erop. Ja. We gaan nu naar beneden zakken. Je ziet daar de lijnen al. Je ziet hier de lijn. Zover zijn we gezakt. Worden. Lina is ook weer op de boot, dus ik vind het echt super, super leuk. Leuk hè, Lina? Ze geniet helemaal. Lekker eten. Zo, we lopen nu terug naar de boot. We hebben een lekker ijsje gehad en lekker gegeten. En we zijn nu hier trouwens ook in Zoutkamp. Ik weet niet of jullie dat interessant vinden, maar ja, we gaan nu weer verder. We zijn weer lekker aan het varen en we zijn lekker marshmallows aan het eten en lekker Jenny aan het drinken. Echt super leuk, daarvoor zie je mijn broertje en hier zijn Fabian en Michel. Hoi. Hoi. En onze ouders zitten daar. Je ziet hier de rug van ja, jullie moeder. Dus ja, het is heel erg leuk. Maar er komt nu even een muziekstukje video achter iets. Ik zit nu even op de voorpunt en de voorpunt is best wel koud. Dus ik heb even een joggingsparaat over met een vest. Maar de zon schijnt wel lekker, dus op zich is het niet heel koud. Maar op de voorpunt krijg je een beetje die koude wind, dus dan is het wel goed. Maar we zijn nog lang niet op de helft, dus we gaan nog wel even. We varen nu dus al 3 uur en het is echt super leuk. Vind je het leuk? Ja. Heel veel bij Elektra en we moeten nog wel een heel groot stuk.
Dit is sluis nummer 2. Daar zijn de deurtjes dicht, dus we kunnen er al in. Yay! Genomen op het eiland van vrienden van ons in the middle of nowhere. En het is echt super mooi. En hier gaan we straks zwemmen. Dat is trouwens Fabian, dat is trouwens Michel Daro. En hier gaan we straks zwemmen. Is dat zo lekker? Waar? Voel ze voor mij? Ja, het is best wel mooi. Gaan we zo even voelen, man. Is dit vertrouwen? Het water is best wel lekker, maar ook wel weer koud. En het is hier super groot. Het is trouwens de eerste keer dat ik hier ben. Ik zal even een kleine mini rondje doen. Ik ga hier even het is echt super groot. Je hebt allemaal paadjes. En ik zal trouwens even laten zien met welke boot wij zijn. Want ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Dus dat ga ik even laten zien. Nou, dit is de boot waarmee we zijn. Deze boot is van vrienden van ons. En ja, dus we zijn hier met een 6 plus een hond erop. En daar loopt de rest. Yo, we zijn intussen dan weer een stukje verder. Mijn broertje ligt nu daar. Daar is Michel en Fabio zit voorop. Die kan je niet zien. Alle marshmallows zijn al op en mijn drink is ook bijna op. En het is ook 8:15 en dus we varen echt al super lang. En we hebben nog steeds iets uitgegeten. Hebben jullie trek? Ja. Ik ook. En we zijn nu bij Gaarkeuken en dat is... heel veel water. Ik weet dat ik het uit moet leggen. Heel veel water waarvan die hele grote boten heen varen. En we gaan zo door de derde sluis heen. Wat is er, Michel? Gordijnen zo doen. Oh, de gordijnen. Ja, kijk, hier is er tussen. Oh ja, daar kan ik wel even laten zien. Ik laat het wel even voor jullie zien. Kijk, hier is zo'n raampje, dus ik laat het even zien. Kijk, daar staat ook zo'n hele grote boot. Zijn we al zo? Dus ja, hier zijn we nu. Yay! Oké, we hebben echt een beetje een grapprobleem. Want deze sluis gaat niet open. En we staan hier al een kwartier of zo. Maar de sluis gaat niet open. En er is ook niemand. Dus dat is best wel stom. Want als we terug moeten, moeten we meer als 4 à 5 uurtjes moeten we weer varen. En het is 8:00 geweest, dus ja, dan ben ik nog wel even onderweg. Maar deze deuren gaan dus niet open. En de brug, die gaat ook niet open. Dus nou, een beetje een stom probleem. En daar staan we met de boot. Daar. Dus ja, ik weet niet wat we nu gaan doen. Oké, ondertussen is het lampje er ook even bij aan. Maar we zijn dus terug naar Grijpskerk gegaan. En dat was niet zo heel ver varen, half uurtje. Dus we zijn nu... bijna in Grijpskerk, maar niet helemaal. En dan brengen onze opa en oma's ons weer naar Lauwerzijl. En dan gaan jullie, gaan dus de boot maandag weer hier weghalen en dan weer naar Lauwerzijl te varen. We zijn weer thuis! Yay! Het is intussen tijd 10:00 en ja, we hebben net bij vrienden gegeten. Het was echt super lekker. En het varen was echt super leuk. Ik ga nu snel douchen en dan ga ik ook naar bed toe. Want morgen gaat mijn wekker alweer heel erg vroeg. Want ik moet gewoon weer naar school. Dus ja, dit was de video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Doeg!